De president heeft verder tijdens zijn bezoek aan Guyana diverse gesprekken gevoerd met prominenten van de Internationale Energieconferentie. Het Surinaamse staatshoofd deelde via zijn Facebookpagina mee gesprekken te hebben gevoerd met de Guyanese president Irfan Ali en de prime minister van Barbados, Mia Motley. Zij hebben onder meer gediscussieerd over zaken die gericht zijn op het bevorderen van de regionale samenwerking ten behoeve van hun volkeren. Samen met de presidentiële delegatie heeft Santokki een bezoek gebracht aan het Statenhuis van Guyana. Daar woonden zij een ontbijtvergadering bij, welke georganiseerd was door president Ali. Bij deze gelegenheid ontving Santokki een schilderij van zijn Guyanese ambtgenoot. Het Surinaamse staatshoofd bracht ook een bezoek aan de Private Sector Commission in Guyana. Zij deelden hun ervaring over de samenwerking met hun overheid. Voor een goede samenwerking moeten er volgens de Private Sector Commission duidelijke afspraken gemaakt en vastgesteld worden met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen. De Surinaamse delegatie heeft gisteren ook een gesprek gehad met de vertegenwoordigers van ExxonMobil. Olieproducent ExxonMobil was een van de grote actoren bij het onderzoek van Blok 52. Daarnaast zijn er ook gesprekken gevoerd met de president van Ghana, Nana Akufo-Addo. President Santokki en zijn delegatie zijn vanmorgen teruggekeerd naar Suriname.